Een hele goede morgen. Het is weer zaterdag, dus we gaan weer vloggen. Deze wel regenachtige dag met onweer, wat we zo krijgen. En een overbelicht hoofd. En een crash 9.0. Oh, wat zijn we aan het zeiken. Dus, maar goed, het regent dus echt. Het was ook voorspeld dat ze zo onweer zou komen. Dus ik ga het heel snel mijn dingen doen. En dan gaan we even naar Naaldwijk, geloof ik. Even naar de kooi dealer. Even een bakje doen. Standaard van oud. Gezellig. Leuk. En verder niet veel in de planning eigenlijk. Om een beetje rustig aan te doen. Mijn lichaam even een opdonder gaat vannacht. Blijven lachen. We blijven lachen. Dus ja, medicijnen nemen en go. En we hebben gewoon weer een standaard outfitje aan. Shirtje van de Primarkt. Weer die broek. En mijn crocs. Ja, die gaan zo uit. En ik trek dat vest nog even aan. Dus dat. En Jut en Jos zitten in de auto. En het hoost. Veel mee. Verschrikkelijk. En zij zit gewoon in een fucking korte broek. Ja. Maar we zitten droog, dus ik ga maar een paar boodschappen doen. Nou, slaap maar lekker. Je bent vrij. Ja, ik ben mee. Vanwege. Kijk. Even... Nou, vertel je dat even, dan ja. Ga ik even rijden. Kijk, vorige keer. Alles. Ik zeg kleed gehad. Ja. Alle kleed gekregen. Maar in totaal daarna nog €7,31 over. Maar ik wou nog een kant van trein pakken. Dus al afgesproken oké. Je mag die kant van klein pak. Alleen dan moet ik er ook wel terugverdienen. Dus dan hoef ik nu nog een week of zo mee boodschappen te doen en dan ben ik alweer klaar. Dus ja, dat moet ik zeggen. Yo, zijn we weer? Toch, man? Ja, zijn we weer. Had je al gevlogd, man? Ja. Goeie vraag. En nu zijn we onderweg. Zo, en ik zit eventjes in de auto te wachten. Ron en Rasse nu eventjes brood en drinken halen. Dus. En dan gaan we naar Naaldwijk. Ja. Even naar Annie en Ibo. Nou, Ibo is er niet, geloof ik. Dus even voor de vijver. Ja. En daarna naar huis. En dan ga ik lekker liggen, denk ik. Nou, even lunchen en dan liggen. Ik ben een beetje moe. Ik zie er een beetje verrotty uit ook. En ik heb een rare plek in mijn bek. Ik weet er god niet meer van. En mijn lens is ook vies, zie ik. Ach. Dus, het is benauwd, man. Het is maar 18 graden of zo. Maar goed. Ja. Ik ga even wachten tot je het heel terugkomen. Zo, mijn lens is maar even schoongemaakt. Dan zien we weer wat helderder. Dus, het is Pinksterweekend. Ga je nou wat leuks doen met Pinksteren? Nee, niet eigenlijk. We hebben niks te doen. We gaan gewoon even lekker gewoon chillen met z'n allen, want we zijn allemaal moe. Ron is moe, maar die werkt zagen 3 keer in de ronde natuurlijk. En de meiden zijn moe. Die zijn ook echt op vakantie toe. Dus, maar nog 5 weekjes. En dan hebben we een grote vakantie. Lekker. Ja.
Daar heb ik echt zin in. Als nou weer een beetje weer ook mee zit. Dat is helemaal mooi meegenomen. Irritant als je een auto zit te wachten, moet ik altijd mijn auto schoonmaken. Van pure verveling. Maar goed, ik heb niet te oude hoeren. Nee. Ik zit van een houten balk te genieten. Check. Totaal niet boeiend. Dus. Ja? We zijn wel gezellig geweest. En Rasje bleef lekker in de auto zitten. Kookpunt. Dus het is benauwd. Hoeveel graden is het? 21,5 graden. En we zitten in. Maaltijd ergens. Kippie! Gaan naar huis, gaan lunchen. Ah. En even een wasmachine nog. Want ik heb een was in de wasmachine gedaan. Een Audi wassen. We gaan weer. Geflekte. Een mannetje heeft me weer blij gemaakt en die heeft de grote boer daar weer neergezet. Kost hem bijna zijn rug, maar het is gelukt. Jee. Yeah. Het is lekker weer, man. Basje hangt buiten. Super. En ik eet mijn zelfgemaakte roast beef carpaccio. Met weer de gewone carpaccio. Tapenade. Zo. Ik ga dit super korte vlogje afsluiten. Sorry. Ik ga het alleen nog even dat daar opruimen. Er staat nog een wasmand. Even wegwerken. Nee, wegwerken. Even netjes in de kast leggen en dan zijn we klaar. Dus. Ja, ik had gewoon niet veel te vloggen vandaag. We zijn nu eventjes weg geweest en daarna ben ik alleen maar aan het werk geweest. Nou ja, dat is totaal niet boeiend als iemand op het toetsenbord te rammen. Dus. En ik ga zo even lekker gauw douchen. En dan nog even beneden chillen en dan ga ik weer proberen te slapen. Ik ken het hele woord slapen niet meer. Wat is slapen? Ik denk dat als ik een nacht van 8, 9 uur slaap, dat ik helemaal de klote ben. Of niet. Maar ja, het zit er voorlopig nog niet in, denk ik. Balen. En het weer is ook wel weer beter geworden trouwens. Even van hak op het dak. Ja, toch lekker een wasje buiten kunnen hangen. Morgen wordt ook nog redelijk weer. Dus, en maandag is ook iedereen nog lekker vrij. Oh, heerlijk. Zo'n lekker lang weekend met je gezinnetje. Het is echt genieten. Rondjes lekker in de tuin bezig geweest. Ja. Morgen weer eventjes. Even al het onkruid eruit halen en zo. Dus. Ja. Nou, morgen ook niet veel op de planning. Nee. Een beetje mijn huis doen en zo. Verder weet ik het echt op taal nog niet. Ja, zie je morgen wel. Ja toch. Heel bedankt voor het kijken en ik zie jullie morgen weer. Doei doei!